Dit is Flevoland van zaterdag 22 augustus. Waar is het feestje? Gisteravond ging dat feestje van start in Openluchttheater Castellum in Almere. Het duurt nog tot en met zondag. Maar eigenlijk begon het allemaal 2 maanden geleden met een ideeënprijsvraag van de gemeente Almere. We hebben begin van de zomer een wedstrijd georganiseerd om te kijken wie het beste idee voor een 1,5 meter samenleving zou hebben. En daar waren een aantal mensen met zulke leuke ideeën, waaronder het opknappen van het amfitheater en wat foodtrucks voor een hapje en drankje. En we hebben gezegd, combineer nou, dan heb je echt een heel leuk programma. Het idee kwam van Ali Life, een collectief van ondernemers dat tijdens de coronacrisis al meer leuke acties voor de stad bedacht. Ali Life vond een onbekende plek in Almere waar een coronaproof feestje gebouwd kon worden, het amfitheater vlakbij het kasteel. Dat was een van de jongens uit ons team die zei, nou, we hebben echt een fantastisch stukje Almere dat heel erg onontdekt is, waar niks mee gedaan wordt, maar daar zouden we eigenlijk iets mee moeten doen. En toen zijn we gaan kijken en toen dachten we, ja, dit is gewoon helemaal de plek. Hier moet iets mee gebeuren, dus laten we iets leuks bedenken. Ali Life bedacht een 3-daags festival voor jong en oud in de open lucht en helemaal volgens de regels van de 1,5 meter samenleving. Soms heb je gewoon dat je op een plek bent en dat de plek de helft van het feestje doet. En dat is vandaag hier aanwezig op deze plek. Dus dit is een goede feestplek? Wij komen hier terug. Wij komen hier terug voor nog meer feestjes. Absoluut. Mits en Del Prado, Gitta de Ridder en Jungle by Night waren de andere artiesten dit weekend. Zondag wordt het 3-daags evenement afgesloten met de kindervoorstelling Woezel en Pip. Er zijn nog kaarten voor ouders die het amfitheater kunnen vinden. Ik wist dat het ergens moest zijn. Ik was er nog niet geweest, moet ik ook eerlijk bekennen. En als je hem nu ziet, het is zo mooi opgeknapt. Er hebben ook veel vrijwilligers veel energie in gestoken. Dus vanaf nu moet het wel een bekend plekje worden. Gewoon een blijvertje. Zou ik wel zeggen. Volgende zomer weer. De markt in Lelystad is sinds vandaag een stuk gezelliger geworden. Het is de lang gekoesterde wens van Lelystedeling Ger Koreman. Hij wilde muziek op de markt en dat is nu eindelijk gelukt. Ik ben al een paar jaar bezig om te proberen hier een muziektent op de markt te krijgen. Dat lijkt me zo leuk. Ik kom nog wel eens in Brabant en dat soort dingen. Heb je zo'n ding op het plein staan. Iedereen staat eromheen, weet je, muziek. De drumband, noem je dat allemaal, die bands die treden erop. Dat vind ik zo gezellig. En dat probeer ik hier ook. Maar het was nog een hele kluif om dat gedaan te krijgen. Ik heb 4 jaar geleden, toen Horselenberg wegging, de burgemeester, gedacht van we gaan een muziektent bouwen. Die noemen we de Horselenberg, weet ik veel, als afscheidscadeau. En toen kwam de gemeente, heb ik een paar gesprekken gehad. Die zei, ja, dan doen we dat op de Zilverkade in het water. Die zei, nee jongens, elk dorp staat hier in het centrum, gewoon waar je lekker omheen kan horsen. En dan treedt iemand... achterafplekje. Ja, dat gaat niet langs de Waddenkant staan daar. Dat doet niemand. En toen burgemeester Ina Adema haar vertrek aankondigde, begon het vuur bij Koreman weer te branden. En met enig succes. Geen permanente tent, maar wel een wekelijks open podium. Er zijn zoveel mensen die melden zich aan om op te treden. Dus we hebben gezegd, ja, Ron zegt, ja, dat moet ik eigenlijk elke week doen. Want dan moet je zo lang wachten voordat het weer, zolang het kan. Want dan wordt straks winter, dan zal het opbouwen natuurlijk. Zolang het kan, gaan we het doen. Wat vindt u van de muziek? Luid en duidelijk. Maar het is ook gewoon gezellig om naar de markt te komen op deze manier, dus leuk. Maar ik vind het gezellig, leuk dat ze doen. Brengt een extra sfeertje tijdens het boodschappen doen. Doet wel wat toe aan de markt voor u. Ja, leuk. Ron van Rees van Utopodium zag Koremans idee voor het muziekfestijn op Facebook voorbij komen. Van Rees bood meteen zijn spullen aan om het idee te verwezenlijken. Wij doen het gewoon, het kost geen geld. Wij doen het. En de initiatief van Ger overgenomen en samen. Uiteindelijk dit tot stand gebracht. Ik zie mensen voorbij lopen, die lopen te huppelen. Maar ik ben niet zo van dansen, ik ben weer van stilstaan. Maar hoe leuk kan je het hebben? Is toch gezellig? Nog een keer en meenemen, Niels. Goed zo. In Emmeloord is gisteren een nieuwe voetbalschool geopend. 12 jonge voetballers kregen hun eerste training van de 21-jarige oprichter Stefan Berendsen. Op het hoofdveld van Sportclub Emmeloord kregen de jonge voetballers diverse gevarieerde oefenvormen voorgeschoteld. Allemaal bedoeld om de spelers vooral individueel beter te maken. Want daar is volgens Berendsen echt behoefte aan. Nou, omdat ik vind dat wij bij Sportclub Emmeloord en bij Flevo Boys een heel leuk training kunnen geven met z'n allen. Alleen je geeft daar training aan een team. Ja, DJ, nu jij mag starten. Ja, en ik,
vind eigenlijk dat er ook meer op het individu training mag worden gegeven. Nou, en dat is eigenlijk waarom de voetbalschool is opgezet. Wij vinden het gewoon leuk om te voetballen, denk ik. Ik vooral. Dat is wel leuk, vind ik. Ja. En jij ook? Om beter te worden in dingen. En wat hebben jullie vandaag geleerd? Als de bal aan wordt gegooid, dat je gewoon een gevoel moet hebben waar je heen schiet, zeg maar. Jullie zitten inspelen, paas terug. Berendsen heeft zijn voetbalschool om twee redenen Virgil genoemd. Virgil van Dijk natuurlijk is op dit moment de beste voetballer van Nederland. Tenminste, dat vind ik en met mij vele anderen. En als je Virgil de naam gaat ontleden, dan kan je daar een mooie afkorting van maken. Ja. En hoe luidt die afkorting? Vooruitstrevend, innovatief. Reactie, groei, inzicht. Nou ja, en dan completeert eigenlijk de laatste letter met leerzaam.